Ja, oké. Goedenavond. Gisterenavond is de match Charleroi-Standard stopgezet wegens wangedrag van supporters. Aan onze tafel hebben we Wassine Hassin van de supportersfederatie van Charleroi. Goedenavond, Wassine. Goedenavond. Laurens Kintaars, een supporter die gisteren aanwezig was in het stadion. Axel Brissard, jij bent van de supportersfederatie van Standard. Ja. En Dennis Meeksman, ook supporter die gisteren aanwezig was in het stadion. Ja, dat klopt. Wassine. Wassine Hassin, Standard heeft nu een maatregel genomen en die gaan geen supporters meer aanvaarden buiten huis. Wat vindt u daarvan? Kijk, over het incident zelf vind ik het heel spijtig wat er is gebeurd gisterenavond. Maar ik versta wel de beslissing van Standard om, om geen supporters meer te laten komen naar uitwedstrijden door het wangedrag van Standard. Maar ik betreur de situatie volledig. Wat vindt u van de supporters van Charleroi? Want daardoor werd uiteindelijk de match wel stopgezet. Ja, onze supporters zijn altijd wel altijd heel fanatiek, dat weten wij, dat is heel bekend. Maar wat er gisteren is gebeurd, vind ik heel spijtig. Ja. Dus, ja. Axel Brissard, jij bent van de supportersfederatie van Standard. Ja. Wat vind jij van de sanctie die Standard zelf, de club zelf, heeft genomen om geen supporters meer te aanvaarden tijdens verplaatsingen? Wel, we hebben ook samengezeten met het bestuur van Standard. En dan zijn wij in overeenkomst, hebben wij dan gemaakt om dan nooit meer uitsupporters in dit seizoen mee te nemen op verplaatsing. Die beslissing hebben wij genomen, simpelweg omdat er te veel problemen waren met sommige individuen van onze harde kern. Oké, Dennis Meeksman, jij was gisteren in het stadion. Ja. Wat is er precies uit de hand gelopen? Waarom? En ben je achter die supporters die voor zo'n boel hebben gezorgd? Ik was gewoon in het stadion naar de match aan het kijken. Toen begon opeens zoveel volk amok te maken. En ik sta daar helemaal niet achter, laat me duidelijk zijn. Maar om dan alle andere supporters daarvoor ook te straffen, door ons te verbieden naar uitwedstrijden te gaan, wel, dat vind ik niet door de beugel kunnen. Ik vind dat de amokmakers op hun plaats moeten gezet worden. Maar laat alsjeblieft de vriendelijke supporters die gewoon willen komen genieten van de voetbalwedstrijd, laat die toch met rust. Ja. We gaan nog even Laurens Kintaart aan het woord laten om daarna af te sluiten. Ja, maar dan is Laurens Kintaart niet. Oké. Dus ja, bedankt voor jullie komst. Dat is graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. En Wassim is niet aan. Laurens heeft niks gezegd.